Volgens mij is het ook weer eens tijd om een nieuw dossier te openen. Heb jij ook zo genoten van het WK rugby? WK rugby, ik vind dat toch wel een mooie sport hoor. Hey, dat is toch wel stoere kerels, veel strijd en weinig gezeur. I don't think we've met before, but I'm the referee on this field, not you. Stick to your job and I will do mine. If I hear you shouting for anything again, I'm going to be penalizing you. This is not soccer. Is that clear? Back you go and get on with the game. Ze zeggen wel eens, rugby is an animals game played by gentlemen. En voetbal is a gentleman's game played by animals. Mooi gezegd, Frank, even blij. Mooi met Engels accentje. Ik zat laatst te denken, je weet, ik mag graag denken. Je bent een groot denker, hè? Je bent een groot denker. Ja. Groot drinken trouwens ook. Ja. Maar ik zat dus laatst na te denken. Protesteren in het voetbal moet je ook afschaffen. Dat vind ik een goed idee op zich. Maar hoe? Hoe? Weet je nog toen ze dat met dat shirtje uittrekken na het scoren? Ja, Michael Biku. Shirt uit, in de hekken hangen. Fantastisch, man. Nou dan, hey, Biku! Ja! Oh, Biku. Michael Biku, jongen, het is hartstikke koud. Wat doe je nou? Het is waterkoud in die Kuip. Zo'n vatje, koud. En vroeger kreeg je daar dus geen geel voor. Ja, en dat weet ook iedereen nu. Hè? Dus nu is het dom als je het doet. Shirt uit is dus meteen patsgele kaart. Ja. Niemand doet het nog. En dat zouden ze met het protesteren ook moeten doen. Meteen patsgeel, denk jij? Ja. En hoe gaat dat dan? Als de speler dan emotioneel is of die komt verhaal halen geel. Van de scheidsrechter. En als je dan wat kleiner geel. Wegwerpgebaatje zo, dit. Geel. En spelers die gewoon op boos kijken. Geel. En Frank de Boer dan? Voor het leven geschorst. Ik vind het een geweldig idee. Maar hoe gaan we dat doen? Ik denk dat we dit even moeten neerleggen bij onze onderzoeksredactie. Onze onderzoeksredactie. Maar wij willen dat de gele kaart wordt ingevoerd bij protesteren tegen de scheidsrechter. Ja, geen gelul, kein geloen, geel. En als jij daar nou ook aan mee wilt helpen, je kunt ons bereiken via alle social media kanalen. Facebook, Twitter, Grindr, Tinder waar zit jij allemaal weer op? Help ons daar mee, want wij willen dat de gele kaart wordt ingevoerd voor protesteren in het voetbal.